De organisatoren van de zogeheten Hatta Reggae Splash 2021 willen met dit muziekevenement reggae-artiesten een podium bieden om hun talenten aan het grote publiek te presenteren. Dit hebben de reggae-artiesten Jahans Baas, Wiseman God en Dee Levi vandaag gezegd op een persconferentie. Sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie dreigde er het vorig jaar minder aandacht te worden geschonken aan de reggae-muziek. Hierdoor ontstond bij de reggae-artiesten het idee om de Hatta Reggae Splash 2020 te organiseren. En aan het evenement doen verschillende reggae-artiesten mee. Jahans Baas zegt dat de tweede editie van de Hatta Reggae Splash ook dit jaar wordt ondersteund door ATV, restaurant Hook & Catch en andere sponsors. Well, if we talk about Jahans Baas, me ready. Look at you, if you look at me, try. Je ziet dat mij represent de Iron Stone Band. De we talk about reggae music, dan if one artist no op one live band, dat bijna a rock and roll hebigi. En alle de sandis me doen van tevoren, want me ready ga marak. Me ready so sarna de ide lektak asan sa we shile ki anomang, mo so ru tak amang. Alla san na om dat music na wang. Reggae music gimme na wang playing. So lang ami touch a reggae music, dat wan tak ki mi ab mi egi jet. Na me rey mi igi plane. Des me go pay mi wani. And if you said you love me truly, so why do we fuss and fight now? Suriname. And if you said you love me truly, why do we fuss and fight now? Da mo guwa a latest. Sa waka take hit na ala de radio station. Sacha ome jugu minanga ome den radio station nanga ome politicus who wants to be hungry belly I go about this year hungry belly man a losing weight now but me no de panda yard the system a treat me so bad yeah my people losing weight now oh yeah but I see no changes all what I see is manipulate and hating.